De censuur op sociale media neemt steeds angstwekkender vormen aan. Twee weken geleden werd een speech van mij meer dan 1 miljoen keer bekeken. Een speech in de Tweede Kamer over de Rockefeller Foundation en de coronapandemie. En toen besloot YouTube deze video van het internet af te halen. Dus een speech uit de Tweede Kamer werd door een sociaal media platform geband. En wij vinden dat hiermee echt een grens is overschreden. Daarom spannen wij een kort geding aan. Een kort geding tegen YouTube om paal en perk te stellen aan al die censuur. En het is ongelooflijk belangrijk, want als wij deze zaak winnen, dan wordt daarmee een precedent geschapen waarmee ook andere organisaties en andere video's niet zo makkelijk meer zomaar van het internet afgehaald kunnen worden. Daarom hebben wij steun nodig. We willen dit echt grondig aanpakken en we starten een crowdfunding. We hebben 50.000 euro nodig om onze advocaten optimaal aan het werk te kunnen zetten om echt goed voorbereid die rechtszaak te gaan voeren en een serieuze winkans te hebben. Dus doneer, help ons dit te doen en help het internet vrij en toegankelijk te houden voor iedereen.